De Koppenberg Cross is een van de Grand Slams van het veldrijden. Op de zware omloop rijden de crossers de tweede wedstrijd van de Bpost Bank Trofee. De voorbije 9 jaar kon Sven Nys maar liefst 8 keer winnen. Maar de editie 2013 kent een vreemd begin. In de eerste ronde is het zowaar de Brit Ian Field die alleen wegraakt. Even verder graait Field ook de bonificatieseconde mee van de tussensprint. Intussen kennen wereldkampioen Sven Nys en Niels Albert een moeilijke start. Al valt de schade mee voor de twee, want voorin maakt niemand echt vaart. Dat blijft zo tot Telenet Fidea ploegmaats Peters en Adams naar voren schuiven. Zij nemen in de derde ronde de koppositie over van Field. Halfweg wedstrijd komen de grote namen meer en meer naar voren. Er zijn wat speldeprikken, maar zowel Albert, Van Tornout, Walslebe, Peters en ook Nys, Meeuwsen en Adams blijven in elkaars buurt. Philippe Walslebe, ploegmaat van Niels Albert, probeert 2 ronden voor het einde alleen weg te raken. Maar niemand lijkt alleen het verschil te kunnen maken in deze Koppenberg Cross. Alle grote namen beginnen samen aan de laatste ronde. Dat is de beste garantie voor een zeer spannend slot. Klaas van Tornout probeert een sprint met onder meer Tom Meeuwsen te vermijden. Van Tornout heeft na zijn overwinning in Ruddervoorde extra vertrouwen en lijkt over het parcours te zweven. Maar Kevin Pauwels en Tom Meeuwsen slagen erin om Van Tornout terug te grijpen. Pauwels is de enige die er de voorbije jaren in slaagde om te winnen van Nys op de Koppenberg. Het draait uit op een sprint met 3. Tom Meeuwsen begint zeer vroeg aan die sprint. Kevin Pauwels krijgt dan af te rekenen met een slipper van het achterwiel. Meeuwsen zet intussen door en houdt vol. Hij wint voor Kevin Pauwels. Klaas van Tornout is derde. Wereldkampioen Sven Nys komt als 5e over de meet en blijft leider in het algemeen klassement. Nys heeft nu een voorsprong van 45 seconden op Niels Albert, die 2e staat. Klaas van Tornout is 3e in de tussenstand.